meisjes en welkom bij onze eerste video. Hoe heet het ook weer? Oké, het is echt de beste start ooit. Yes! Oh ja, ja, mijn naam is geen. Het is Geemlegatie. Oké, Geemlegatie, zo heet onze channel. Ja, het wordt echt fucking awesome. En ik ben hem. You got my US. Jouw naam is echt awesome, man. Oké, ik ben Geemlegatie. Ik ben de mage en ik ben een vrouwelijke dwerg. Ik ben heel erg aantrekkelijk, ik weet het. Ik ben een lizard. We zijn al even tot level 20 gehackt, want de eerste 20 levels zijn fucking saai en zo. Ja. En we hebben level 1 armor, dus het is best wel kut, maar whatever. En we hebben allebei level 18 pets. Ik ben een big. Ik heb een big. En jij hebt een vogelbekdier. Nee, ik heb een dukbil. Ja, dat is een vogelbekdier. Een dukbil. Een dukbil is een vogelbekdier, dikzak. Nee, oké. Nou ja, we spelen dus Cube World, als je dat nog niet door had. Ja. Nou, en als je dat nog niet door had, dan ben je best wel dom, maar... Als je niet weet wat ik deze game is, koop het gewoon. Ja, en dan kijk je wel. Oké, dus kom, we gaan naar Terralon Lake. Ik ga hanggliden. Oh, ik... Wow! Even glijden. Even holy shit, ik krijg de sloom. Glijden vind ik ook echt leuk. Oh, wacht, ik moet even... Fuck. Waar is mijn hangglider? Ik heb geen hangglider. Au. Oh fuck. Meisjes, ik heb geen handen. Wacht even, ik zie dit niet ongeveer. Sorry. Ja, we zijn heel erg consequent met dit spel zonder te hacken en zo. Ja, we zijn ook echt heel goed hierin. Oké, maar serieus, we gaan niet kijken. We hacken niet. Het lijkt maar zo. Het is zeg maar, het zijn maar toneelstuk. Ja. Waar staat de... Ja, waar blijf je? Jezus. Sorry, maar ik weet niet waar de frik je... Oh, mijn pet rijden. Waar krijg je... Waar... Hoe fix ik mijn... Holy shit, het is een bark beetle. Nee. Zal ik hem aan proberen te kunnen? Nee, maar ik wil gewoon even een hangglider. Maar ik kan die hangglider niet krijgen. Waar kijk, je klikt daar zo bij dat eerste rijtje. Daar klik je op special. Ja, dat heb ik. En dan klik je bij het tweede rijtje, klik je op specials. Oh. Bij het derde rijtje, daar doe je zo van helemaal niks. En bij het vierde rijtje klik je op... bij het derde rijtje klik je op hangglider. En bij het vierde rijtje klik je op diamond. Want dan heb je een diamond hangglider. Oh, is die dan ook echt een hangglider? Nee, dan ziet het er gewoon uit, normaal. Maar het staat dan als diamond hangglider. Dat is wel hip. Dan is hij toch wel beter. Nee, dan moet je gewoon zelf. Oh, ja. Waarom moet hij dan een diamant zijn? Nou, omdat het dan hip is, weet je. Oh, wij zijn hip. Oké, ik kom er net achter dat ik echt best wel een gay staart hier heb. Maar ik vind dat ik er persoonlijk best wel hot uitzie. Ja, maar je bent ook een dier, hè? Dus daarom heb je ook een staart. Wat heb ik? Dat verdien je dan ook, want elke dier heeft zo wat een staart. Ik ben geen dier, ik ben een dwerg. Dat is iets anders. Jammer. Ja, maar je gedraagt je als een dier. Ik ga hier echt een close-up screenshot van maken. Hoe maak je een screenshot in je video? Hoe maak je die? Een schermschiet. Oh, ja, die schiet je dan wel. Oké, even een schermschiet dat maken. Dat is dan wel echt een knal. Klik. Oké, ik heb een schermschot gemaakt. Dat is dan echt wel een knal met je schermschot. Oh fuck, hier is een bark beetle. Een bark beetle. Kom, pak hem. Oké. Okay. Slaam. En dan en dan hiel ik je wel. Ik ben rood. Ik ben nu rood. En ik bam. Rondje. Oké. Oh. Ik doe twee rondjes. Ik ben je aan het hielen. Oh, ponage, yo. Oké, kom. We gaan naar de volgende. Vals aan. Jongens en meisjes, wij zijn echt zo goed in het uitkijken. Deze hebben we gevonden. Hoppen. Ik heb ook echt een gaten. Weet je wat het is? Ik nice. Oké, ik heel je wel even. Oh fuck, er is hier nog iemand. Ik ben bang. Die bark ik al, want hij is natuurlijk wel een beetje. Dat weet ik helemaal. Damn, bam. En dat accepteer ik wel. Fuck, je bent dood aan het gaan. Oh, ik ga niet dood. Dat vind ik zielig. Oh, ik ben dood. Jezus, je moet zeggen. Oh fuck, nee, ik wil niet doodgaan. Nee. Ja, die wil dat wel, hè. Heel. Yes.
Ik heb mezelf geheeld, jongens. Jongens en meisjes, als jullie maar weten, wij hebben wel geshaped. Oh shit, oh we shit. We hebben wel geshaped voor onze level levels en onze e-items. Want dat is wel nodig. Want de eerste twee, oh, dit hebben we al verteld. Ja. Oh, je bent slim. Je bent al heel slim, hoor. Oh, het is vet donker. Wil even mijn lantaarn aandoen, hoor. Oh, ik dacht op de kamer. Wauw. Heb ik nou een leg? Ik wil deze parken beter, hoor. Ik heb een beetje lach. Heb je een slappe gier? Oh, shit. Ja, oké. Okay. Ik heb een power 62, is dat? What the fuck? Gimme! Ik heb hem heus niet gecheat. Waarom heb je een Powers T60 staf? Omdat ik hem net gevonden heb van een Bark Beetle. Serieus? Ja. Holy fuck. Bark Beetles zijn echt gul. Die geven ook echt heel veel stuff. Die zijn echt gulle mensen. Ze zijn super aardig, hè? Ja, nu vind ik het ook echt kut. Nee, ik blijf te veel om je te healen. Heb ik je nou geheeld? Holy shit, ik ben goed. Wij pakken nu eigenlijk gewoon hun spulletjes af. Oh, ik vind het ook. Maar we pakken gewoon hun spulletjes af en dat vind ik ook best wel zielig. Want we hebben met die... Stop met de hele tijd rondrennen en shit. Zo kan ik je toch niet healen, man. Maar dat deed jij ook. Ah, ik ging niet random de hele tijd rondrennen toen jij de mage was. Jezus, we gaan slaan met deze hangglijders. Toen jij de tovenaar was, moet ik eigenlijk zeggen. Het is een Nederlands kanaal, jongens en meisjes. Dus we gaan wel gewoon Nederlands. Als jullie niet weten wat mage is, dat is een tovenaar. Nee, het is een tovenaar. Geen mage. Mage is toch geen woord, man? Ja, maar ja, oh, oh nee, dat zijn vriendelijke goblins. Ja, aardmannetjes. Natuurlijk van die grappige films, waar ik geen naam van mag noemen. Die zijn ook wel leuk. Ik vind het ook grappig. Oké, hier is nog een kampvuur met een bed. Oh. Ik zou ook wel even in het bed gaan slapen, want het geeft je levens. Even slapen, even een doen. Ik ga even... Dan ga ik toekijken hoe jij slaapt, want dat vind ik heel erg interessant, omdat ik een zware pedo ben. Ik moet even van deze mama. Waarom kan ik niet op mijn ding zitten? Nee, ik wil van me... Nee, je moet een baseballboot zitten. Oh, ik slaap. Waarom? Ik kan niet eens op een kruk zitten. Wauw. Oké, ik ga hier zo staan. En dan ga ik... Kan je biggetjes over mijn laad heen en springen? Dan kan ik ze tellen. Biggetjes... Nee, dat moet je doen met schaapjes, sukkel. Ik wil biggetjes. Nee, met schaapjes. Schaapjes zijn veel beter. Nee, godverdomme. Ik wil op je staan. Oh, wat? Ik sta in je. Stop maar op. Nu kan je inpakken. Dat weet ik. Sorry. Oké, okay. Oh, we gingen toch naar die Teralomba Lake? Sorry, ik zie helemaal niks. De map is helemaal donker voor mij. Bam, ik heb nu een mana shield. Ik heb dus, Wat is mana in het Nederlands? Dat is magische powers. Magische powers shield. Die produceer je om dingen te killen. Die produceer je zo. Ik heb magische powers shield. Daarom doden mensen in real life ook mensen. Het is eigenlijk best wel onrealistisch, want... Ja, maar kijk, ik was het verhaal. Het magische power schild hier zo, dat kost geen magisch power. Ja, maar kijk, daarom killen mensen sommige mensen ook, want dan krijgen ze magische powers en dan kunnen ze iedereen aan. Holy shit, jongens en meisjes, hier zijn gewoon spitters. Oh, jongens en meisjes, super cool. Dit zijn spitters. Spitters en krabs. Oh, kill de krab. Ja. Bam, oh, bonus. Hij maakt ook echt wel leuke grappen. Even die daar zo... Killen. Ik ga jou smashen. Hallo. Hey, ik ga je healen, joh. Smashen. Oké, misschien moeten we wel even die pets wegdoen, want zo kan ik er gewoon niet healen. Ja, ze stinken een beetje, dus zo is het super lastig om je te healen. Dood, dus ja. Ja, weet ik, maar je rent de hele tijd weg en shit, dus het is fucking lastig. Dit is echt de eerste keer dat ik vanavond ben. Dankjewel voor de heel. Yo, ik heal je toch, jongens. Ja, ik zeg toch dankjewel voor de heel. Ik doe even mijn pet weg, want ze helpen niet. Ze zijn echt de beesten. Kutbeesten? Godverdomme. Oké, ik pak deze man hier zo wel. Oké, we doden die man. Tegen spitter. Ga maar dood. Ja hoor, ja, de spitter is dood. Deze man zit ons een beetje te case delen. Ja, het is een killstealer. Doe even die leken dicht weg, want ik heb er niet eens van geslapen, dus doe maar weg. Ik heb hem geheeld, totdat die ginseng soep aan het eten is. Oh, dat vind ik zielig. Dat is ook nog eens gretig. De eet hij van die soepjes, krijgt hij van die HP erbij. Godverdomme, deze leken. Dan vraagt hij ook nog om die stomme
Voor mijn heling. Bam, ja. Kan je mij helen? Ja, dat wil ik wel. Dat is wel. Ik ga een potion. Nou, kijk, zo. Zo, en dan staan we allebei op het heel gebied. En dan worden we allebei geheeld. Oh, maar dit is ook heel snel hoor, deze heels. Ja, het gaat heel goed. Ik maak gewoon spons van. We maken een sprongetje van blijdschap. Of het gaat. Oh, jongens, meisjes, als jullie nog niet wisten. We hebben ook een tweede channel. Dat heet Game Lage C, dezelfde naam. Maar dan zijn het een beetje anders. En dat spreken wij een beetje Engels. Yes, I am the man in the Cube World. En I play Cube World. Zo praten wij dan een beetje. Want dit is gewoon een Cube World channel. En dan maken we ook gewoon Nederlandse en Engelse filmpjes. Niet alleen maar Nederland. Niet alleen maar. Kunnen jullie ook gewoon. Cube World hoor. Ja. Oh shit, ik ben bijna dood. We maken ook ik was vergeten dat ik de healer was. Ja, oh shit. We maken natuurlijk ook Minecraft filmpjes, want die zijn ook echt heel leuk. Die zijn ook gezellig. Happy shit, jij bent gay. Inderdaad, ik zit echt door. Alsjeblieft, ik heb je de healsteen gegeven. Oh, wel leuk. Dat is niet ook. Oh, shit. Lukt het hem? Lukt het hem? Hey, ik help je wel even. Hallo, ik ben even boven. Die potion hield nauwelijks. Ja, die potions zijn echt. Oh, ik heb gesmashed. Hij is gesmashed. Hij is niet kant. Nee. Oh, jij ook niet. Oh, ik lag ietsjes te veel om hier goed te kunnen healen. Misschien moeten we het de volgende keer op jouw server doen, want zo glitch ik hem helemaal. Ja, maar jongen! Je hield hem nog steeds. Dat doen we wel in de volgende filmpje. Ik kan natuurlijk volgende. Een volgende filmpje. De volgende filmpje natuurlijk wel. Ja. Nou, wel goed Nederlands, hè? Het is gewoon de volgende filmpje. Nu gaan we even door met de kubieke wereld. De kubieke wereld. De kubieke wereld, natuurlijk. En dan zijn we daar klaar mee en zijn we klaar. Zo, godverdomme, stop me door me heen lopen. Je steelt mijn heels. Ik wil een steel. Heel steel. Hey, dat rijmt. Een heel steel. Heb jij een bootje? Oh mijn god, hier is een spijkwezen. Ik ga me smashen ook. Een spijkerwezen. Hij is wel peaceful, dus hij heeft wel een. Het is niet peaceful, het is vredeachtig. Peaceful, wat is oh, daar is een baas. Ik zie een baas. Dit wordt de knaller van het einde van de episode. Dit wordt echt. We maken een gekke. Ik ga even een rondje draaien. Cliffhanger. Even een rondje draaien. Nog één. Oh, nog één. Hoeveel rondjes maakt dit man? En een smash. Oh, gekke smash. Ik ben er niet gedamaged. Nu gaan we echt aangeklaagd worden voor copyrights. Voor smashen? Ja, smash, weet je wel. Oh, die smash. Ja. Maar niemand weet wie smash is, dus we kunnen niet op de tijd. Bam! Bam! Ik heb nog steeds geen damage gekregen, dus ik ben gekregen. Nee, ik ben echt vies aan het tanken ook op een Yellow Warrior. Ik heb wel even hoog gestaard. Oké, okay, de eigenaar van dit meertje, hier zo, is een spitter. Echt, een spuugel. Oh, ik smash hem. Ik heb hem echt gesmashed. Ik ben je aan het helen. Oh, dankjewel. Hiel me maar door. Hele dag. Oh, dank. Oh, yo, kan je heel even die ene dude killen die zo om me zit te schieten? Oh, banaan. Ja, oké, ik ben dood aan het gaan omdat er zo'n dude om me zit te schieten. Ja, ik kill die man even. Ik smash hem. Oh, mijn tyfus. Wacht. Heel jezelf en dan kan je mij weer helen. Oké, deze man krijgt echt nou. Ja, er is hier een dude en ik doe geen damage omdat ik een watermaag heb. Tovenaar. We moeten wel even Nederland praten, het is een Nederlands kanaal. En als jullie merken, wij zijn echt puur Engels, dus we kunnen niet heel erg goed Nederlands. En daarom ontdoen wij. Dat is echt een slechte grap. Ik vond het op zich. Maak hem dood, snel. Maak hem, oh mijn potion zijn op, oh smash, ik smash hem. Oh, tornadetje, ja, mooi. Het rondje bij. Tornado ziet er wel heel erg goed uit in die graphics hier van deze game. Ik heb hele mooie grafieken. Grafieken van maar niet die ene van school, die zijn stom dan. Grafieken zijn echt stom. Die zijn stomme grafieken. Die vind ik niet zo leuk. Maar hier is het gewoon gezellig. Ja. Het is grafieks en dan zijn holy shit, je doet echt geen damage. Nee, dit duurt echt nog een jaar. Ja, we hebben echt veel te slechte wapens. Het duurt ongeveer 24 uur lang. Dus je kan doorspelen als je wil. Lastig, dat maar dat wil helemaal niemand, want iedereen wil onze geweldige commentatief
waarde van economische waarde horen. Uiteraard. Ja, maar dat zegt hij weer, want hij is slim. Oké, nu trek ik de rondjes. X-motion. Zo, even wat. Dat was echt een duik. Een magische schildbubbel poppen. Holy shit, jij bent een golem. Inderdaad. Holy shit. Mijn broer is echt dik. Dit is onze Nederlands kanaal. Als jullie nog niet wisten, dan gaat het ook Nederlands. Oké, ik ga je weer helen. Wauw, dit gaat echt super lang duren. Jullie kunnen doorvinden. Of we knippen dit echt van deze natuurlijk. Goede knippers. En editors. Dat pakken we ook wel als een goede schaar. Want die zijn mensen toch wel wat. Dan knippen we het even met een schaar. Jullie het zelf. We pakken we even schaar en dan. Misschien moeten we even wat betere wapens cheaten. Misschien moeten we gewoon even alles cheaten en level 99 worden en winnen. Maar waarom level 99 en niet level 100? Met echt een racist tegenover de mensen van level 100. Daar gaan we het even niet over hebben. Want daar hebben we geen zin in. Ja, hij is echt een racist, hè. En meisjes, deze man. Deze, dit knippen wij even. Waar hij record en hij kan het doen. We gaan het niet recorden. Ik wil knippen. Same thing. Ik ben goed in Nederlands. Ik probeer je te helen, maar ik heb geen mana. Geen magisch power. Mana even kopen dan. Geen magische kracht meer. Hoppam. Hoppam. Wieep. Ga dood, stomme spitter. Je stinkt echt naar spuug. Wat is goed de hele tijd doen? Ja, nu snap je. Deze man... Zouden deze de taal eigenlijk op Nederlands moeten zetten dat ze van grappig zijn? Is dat mogelijk in de titel? Ja. Best game ever! Dat ga ik echt over 10 seconden doen. Want ik moet over 10 seconden draaien. Okay, en hij is klaar. Dat zou echt cool zijn. Ja, best wel. Wauw, dit gaat lang duren. Ja, maar we krijgen echt 1000 miljoen SP. Ja, waarschijnlijk worden we al level 21 als we dit doen. Yes! Oh, ja, maar we gaan gewoon over level 10 of zo armor en wapen in elk geval even cheaten. Want dan hebben we het... Holy fuck. Je hebt het slecht, zeg. Sorry, jij ik keek niet naar je. Niet te helen, hoor. Ik keek niet naar je health, naar je levens, bedoel ik. Jij zegt dat het hele makkelijk is. Maar je is best wel moeilijk. Ik heb nooit gezegd dat het hele makkelijk is. Nou wel. Het enige wat ik zeg is dat ik er fucking goed in ben, alleen dat ik het echt vet lang niet meer heb gedaan. Kom alsjeblieft naar mij toe. Kom, maar ik zit echt aan de andere kant van de river. Van de rivier is het. Of van de lake. Dat is een lake. Oh, een lakei. Zo van lakei. Weet je wel? Oh, zo'n lakei. Een lakei van de koning, doe je? Ja, die. Alleen, zijn spitter wordt er heel hard gepaint, hoor. En hoeveel HP heeft hij nu al? Weet je wat ik echt hevig net als mensen hartjes zeggen? Dat is zo irritant. Oh shit, ik ben een potion aan het drinken. Ik ga hem de rondjes tegen hem draaien. Ik ben een levensdrankje aan het drinken. Holy shit, je bent ook echt in één keer doodgegaan. Hij one-shot mij gewoon. Oh, laat hier even nemen. Dat heeft een één-schot. Hij... Geen one-shot. Ah, het begint een klein beetje te lachen. Toen gieren we. Dat was leuk. Maar nu zijn we echt serieus bezig. Maar we gaan gewoon al even level 15 of zo armor cheaten. En dan gaan we daarna niet meer cheaten. Want deze baas is echt onmogelijk. Ja, want en hij is maar wit plus 1. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. Dus zien jullie over een paar seconden. Wow, we zijn er weer. We hebben nu level 20 van al deze dingetjes. Van al deze bepansering. Ik ben deze spitters aan het doodmaken. Ze spugers heten ze. Oh, ze spugen. Oh ja, natuurlijk. Wacht, zijn dit enemy of friendly? Sommige zijn friendly en sommige zijn enemy. Oké, kill even deze spuger. Oh, waarom krijg ik daar geen ervaringpunten voor? Dat weet ik niet. Mensen gaan echt heel hard haten. In deze video. In dit filmpje, natuurlijk. Oh ja, het is natuurlijk wel een filmpje. dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja. Want als we video's hebben, dan begrijpen jullie dat niet. Want ik ben Nederlands. Maar als jullie weten, wij zijn Engels. Maar... stop met die kutgrap te maken, alsjeblieft. Sorry voor dat slechte taalgebruik, maar het was heel erg benodigd voor onze educatie. Dat zag ik echt overal op, maar whatever. Kill even deze spuger.
Hij is fucking irritant. Waar is die speuker? Oh, en hier is nog een krab ook. What the fuck? Dat noem je wel krab, hè? Want het dat is... staat ook. Nee, het is een krab. Het is gewoon een krab, hoor. Maar er staat krab, dus... Oh, ik heb er staat bubblegum. Schrap, want het is met een ik C. Ik heb bubblegum. Holy shit. Wat kan je daar ook weer mee temmen? Mij is het een bubblegum. Bubblegum. Nee, oh ja, dat is een hele grote bubbelbal. We zijn aan het rijden. Oh nee, het is een collie. Oh ja, collie. Dat is ongeveer hetzelfde. En een rondje draaien. Oh fuck. Oh fucky ducky. Fucky ducky. Kill de krabben. Kill de krabben. Oh, ik ga een rondje draaien. Waar is de baas? Rondje draaien. Ik ga ook echt als een tornado. Wop. Zag het. Waar is de baas? Oh, daar is de baas. Ik zie de baas. We moeten wel even al deze krabben hier zo proberen te ontwijken. Want ze zijn best wel irritant en zo. Nou, dan moeten we even kijken. Doe jullie van die hangglijder? Dan ga je even glijden. Oh ja, die. Dan ga je glijden op je hang. Kijk, ik ben sneller dan jou. Dat is natuurlijk wel leuk. En nu ga ik kijken, denken hoe doe je dat. Holy shit. Oh, ineens gaat mijn map open. Jongen, wat is dit nou weer? Wat? Wat is deze nou weer? Jezus. Ik kill hem nu al echt een stuk sneller. Ik ga even rondje draaien. Oh shit, ik ben dood aan het gaan. Nou, heel niet... Oh ja, oké, ik ben uit de map gegaan. Wat? Oh nee, shit, nu zit ik weer in de map. Oké, ik ben weer uit de map. Goed. Ik glitch hem echt heel hard. Oh nee! Dan moet je wel foutjes maken, want glitchen, daar weten wij niks van. Wat is dat? Oh ja, oké, het is weer helemaal goed. Oké, ik ben deze spuugje weer zo aan het killen. Dat vinden wij ook leuk. Het is een kritieke slag toebrengen. Ja, dan doe ik iets meer pijn tegen deze spuuger. Maar kan dit echt op Nederlands? Ja, ik geloof het wel. Heel mij. Goeie draaien. Heel mij. Ja, ik probeer het te helen, maar mijn toetsen die doen het gewoon niet. Glitchen met hem. Oh, ze maken het foutjes. Ik ga aan de toetsenpotjes. Blamen. De schuld geven heet dat toch? Blamen is gewoon hetzelfde, jongetjes. En keisjes. Oh shit, okay, hij maakt ineens een of andere gekke intercept hier. We hebben allebei geen inzet, maar we zijn allebei geen leuk. Ja, oh, ik smash hem. Ik heb echt zo hard gesmashed. Nu gaat deze man dood. Oké, ik ga je weer even healen. Helen bedoel ik, sorry. Mijn fout. Wauw, je krijgt wel heel veel damage, hè? Je moet even schade. Ik ga even een rondje draaien. Ik ben je echt al de hele tijd aan het helen. Ik krijg gewoon veel te snel damage, jongen. Ja, maar dat komt door jou, want jij maakt geen... Maakt geen progress. En dan word je beter in helen en dan heel je toch. Wauw. Ik ben echt de hele tijd super goed aan het helen en zo. Oh mijn god, stop met fucking dik zijn. Ah. Maar gaan we uiteindelijk ook wisselen met recorden? Dat ik ga recorden of zo? Lijkt me op zich. Nou, als je eindelijk eens een keer gaat recorden, dan vind ik het goed. Ja, maar ik record het echt best wel vaak. Nou, zo van nee. Nou, ongeveer elke 3 jaar dus. Oh, dat is nog best wel vaak. Oh, sorry. Ja, dat is zeker. Niet. Jij doet maar elke in de 4 jaar, dus eigenlijk doe ik het wel meer. Nee, eigenlijk doet het gewoon elke... Trouwens, elke 4 jaar maken wij een nieuwe episode. Van deze leuke serie. Het is wel een laten spelen. Een let's play, gewoon. Een laten spelen. En laten wij spelen! Zo heet dit, ja. Ja, ja. Ik ben vergeten. Waarom krijg je geen schade meer? Nu hoef ik je helemaal niet te healen. Oh ja, je wordt natuurlijk... Ik ben helemaal aan het dodgen, aan het ontwijken. Ik ben best wel goed in. Nee, maar je krijgt zeg maar gewoon de hele tijd krijg je al helen, heals. Omdat je zeg maar in mijn blauwe territorium loopt. Oh ja, maar dat is zo handig aan een... Aan bracelet. De bracelet. Of van die halsbanden. Hoeveel schade doe jij per slag? Ongeveer 20. Oh, ja. Ik doe gemiddeld iets van 10. En als ik een kritieke hit, kritieke slag toebreng, dan is het iets meer. Dan is het iets van 20. Ik denk dat ik even ga smashen. Ja, smashen. Ja, smash. Ik kreeg even 3. Oh, shit. Nee, ik ben bijna daar. Oh, ja. Hoe kreeg ik die 3 ervaringspunten?
Hoe krijg ik die? Nou, dat komt omdat hier zo'n spiegel staat. En die, oh, kan je mij helen? Want ik ga met de boot. Ja, dat is goed. Ik zal heel verder. Hoppa, ik heb je weer geheeld, hoor. Dank je. Dat is echt een goede heel. Ja, weet ik. Ik ben... Even complimenten. Dat is wel leuk als je even inkomt monteert. Ik wil even weer jou helen. Zo. Oh, oh, oh jezus, dat is een heel goede heel. Dit is ook topwerk. Jij hield ook echt goed, hoor. Ah, dit is echt gewoon helemaal goed. Dat is wel verbazingwekkend. Mij moet dit op nieuws uitgezonden worden. Want dit vind ik een beetje niet normaal. Ik ook gewoon. Ah, dat is een heel goede heel, Lara. Oh, die was ik heb ook echt... Je hebt helemaal volle levens. Ik heb echt volle levens. Dat vind ik ook leuk. Ik geef deze man echt de steen. De steen natuurlijk. Je wil al een steen. Ja, gewoon zo'n steen, weet je wel. Okay. Die gewoon ergens random kan vinden. Ik ben mijn huis echt kapot aan de maken met deze spamkleed. Ja, ik ook. Nou, je kan dat ingedrukt houden, maar dat vind ik echt gay. Good. Oh, special attack. Dup, zap, sorry. Nou, ik vind dat nog wel zo. Ja. Je hebt gewoon nog steeds volle levens. Zo goed ben ik een hele... Ja, kijk, ik ben echt... Ik ontwijk al die aanvallen van hem ook. En ja, goed zo. Gelijk... We worden trots op je. Je doet het ook echt heel goed, hoor, deze baan. Echt een topbaan voor jou. Het is een roeping. Toveraar zijn vind ik echt wel goed voor jou. Dat doe ik echt top. zal ik even rondjes gaan draaien, zou ik het doen? Ja. Ga maar even rondjes draaien. Ik doe het. Ik ga los. Je maakt een tornado. Ik maak gewoon echt een harde tornado, hoor. En nu smash ik hem. Ik smash die man. Dat heeft 209 damage. Serieus? Holy ja. Shit. Heilige poep. Sorry. Heilige poep natuurlijk wel, want we moeten wel Nederland zijn. Wauw. Even mijn... Wat heb je eigenlijk aan MP bij een... De mana bar natuurlijk? Nou, het idee is zeg maar, als je iemand hit, dan krijg jij MP erbij. En als je je tornado doet en zo, dan krijg je ook MP erbij. En dan kan je rechtermuisknop, die kan je zeg maar ingedrukt houden. Oh ja, door voor die blok, maar ik ga En dan, charge je je aanval en dan hoe lang je hem ingedrukt houdt, dan hoe meer damage je doet. Volgens mij wordt dit de eindslag. Oh mijn god, ik ga de eindslag krijgen. Ja, nee. Ik krijg de eindslag. Nee, jij hebt een Holy Spirit. Oh jee, yeah, ik heb, dat is wel, even kijken of ik hem op Nederland kan zetten. Dit moet op Nederland. Ik moet hem helemaal. Ik wil weten hoe het in. Ah ja, we eindigen de episode hier gewoon. De aflevering natuurlijk. Nee, het is gewoon de episode. Episode is een Nederlands woord hoor. Nee, het is de aflevering. Op het filmpje. Het is gewoon de episode van het... Nee, gewoon de episode van Cube World laten we spelen. Cubieke wereld laten we spelen bedoel ik. En ja, dit was de vrouwelijke vet hete dwerg. En de gay lizard. Nee, de lizard. Yugamia Spirit. Juist, die. Jouw naam is best wel heel cool. Ik ben best wel jaloers. Maar dit was de eerste episode. We hopen dat jullie het heel erg leuk vonden. Dus doei. Doei. Yeah.